Hey kijkers van mijn AFLVD, welkom bij een nieuwe vlog! Ik heb weer even wat leuks te laten zien jullie, want ik heb natuurlijk wel eens een setup video gemaakt. Maar ik heb de laatste dagen een beetje lopen klussen in mijn kamer, waardoor eigenlijk nu echt een beetje alles veranderd is. Ik zal jullie dus even een kleine tour geven. Ik heb met mijn vader mijn hele kamer opgeruimd. En ik zal jullie even laten zien wat voor troep er allemaal weg is. Kijk eens aan, hier, dit gaat eruit en deze drie dozen met al die spullen gaan eruit. En die doos ook, het kamerscherm blijft, maar die staat nu even op de gang. Er gaan ook nog een paar kleine dingen uit, zoals deze fucking dromenvanger. Die hier nu al echt vet lang, maar dan ook vet lang in mijn kamer hangt. Die gaat eruit, ik heb hier ook nog een paar spullen op de grond liggen. Deze kleine spullen hier, die gaan er ook allemaal uit, want ja, ik heb er niks aan. Het lag in mijn kasten en zo. Dan zie je hier trouwens dat er ook een hele grote kast staat. Of nou eigenlijk een redelijk kleine kast, maar hij is heel diep. Die heb ik helemaal leeg gehaald. Hier zaten dus eigenlijk al mijn kleren in. Mijn kleren hangen nu daar. Dus ja, hier heb je dus al mijn onderbroeken en broeken, weet ik het allemaal wat. Maar deze kast is dus helemaal leeg. Dus dat is echt vet chill. Want die gaat er morgen dus uit. Die gaat uit mijn kamer, waardoor ik hier heel veel ruimte heb achter mijn bed. Waardoor ik dus ruimte ga krijgen voor mijn greenscreen. Dus ik ga meer afstand krijgen, betere belichting voor mijn greenscreen. Waardoor ik dus als ik hier zit, dan zie je deze muur achter mij en dan hang ik daar gewoon heel netjes een greenscreen. Dus hopelijk werkt dat ook gewoon een stuk beter dan wat ik eerst had. En lukt het me eindelijk weer om een beetje fatsoenlijk te greenscreenen, want daar heb ik heel veel issues mee gehad. Ik zal nog even trouwens een extra rondje doen door mijn kamer. Als je dus binnenkomt, dan zie je eigenlijk dit. Hier heb je dan planken, mijn bed. Daar heb je in de hoeken dan die kast waar het greenscreen komt. Dan heb je daar nu mijn bureau. Dat bureau stond eerst tegen dat raam aan trouwens. Dan heb je hier dus het bureau en dan heb je hier nog twee kasten. En als je de deur dicht doet, deze deur, dan zie je die kast dus nauwelijks niet. Dus dat is ook vet chill. Maar eerst stond ik dus tegen dat raam aan, waardoor ik heel veel licht van buiten naar mij toe kon krijgen. Dus eigenlijk zat je dan zeg maar zo en dan kreeg je heel veel licht van buiten. En dan ook nog twee lampen die daar nu staan, stonden op jou gericht en dan had je een goede belichting. Maar ik denk dat ik mezelf nu ook al rem met twee lampen die gewoon normaal gericht zijn op mijn kamer. Waardoor het eigenlijk best wel makkelijk wordt om gewoon video's te maken. Je ziet nu trouwens wel dat het heel erg donker is. Ook als ik dit raam opengooi, heel veel licht wordt geblokkeerd door die kast. Ja, dat is morgen gefixt. En heel vaak gaat dat raam nu ook dicht voor opnames en zo. Omdat ik anders alleen maar licht heb van de zijkant. Dus dan is de helft van mijn gezicht belicht en de andere helft niet. Dus dat is niet echt chill. Anyways, dit was alweer de vlog jongens. Ik hoop dat jullie leuk vonden. Ik weet niet echt hoe lang dit soort vlogs gaan zijn. Ik ga proberen zoveel mogelijk te maken en zo leuk mogelijk te maken. Ik vind vlog ook heel leuk om te doen. Die camera is alleen wel vet zwaar eigenlijk. Ik moet daar wel echt aan wennen. Ik ben niet zo sterk. Maar ja, weet je, dat maakt dan ook weer niet zo heel erg veel uit. Ik had trouwens ook echt ongelooflijk veel feedback van jullie gekregen dat jullie ook meer vlogs wilden zien. Dus daar ga ik ook gewoon echt aan werken. Ik vind het ook hartstikke leuk om te doen, zoals ik net al zei. Ik heb ook al iets leuks voor ook nog een andere keer met een vlog gevonden. En dat is dit ding. Ik had het maar op Twitter gegooid. Dat heb je misschien al gezien. Dit is eigenlijk een soort van katapult-achtig iets. Je zal het wel een keer zien. Ik zal het een keer laten zien. In ieder geval, je hebt het dus nodig in het donker. Dat kan ik je al wel vertellen, want er zit een lampje op. En ja, meer ga ik je niet over vertellen. Dat zul je allemaal wel zien. Dus in ieder geval, jongens, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Nou, natuurlijk hebben we een duimpje omhoog achter. Holy shit, dat zeg ik de laatste tijd heel snel. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende video. Peace out!